Binnen het gezin heeft iedereen andere verantwoordelijkheden en verplichtingen. Zo hebben je vader en moeder de verplichting om elkaar trouw te blijven, elkaar lief te hebben en elkaar te eren. En daarnaast zijn ze samen verantwoordelijk voor jouw opvoeding en om jou te leren hoe God wil dat wij leven. Maar jij als kind hebt ook verplichtingen naar je ouders toe. En daarover lees je bijvoorbeeld iets in Exodus 20 vers 12. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. De kans is groot dat je deze tekst wel eens gehoord hebt. Ik heb hem in ieder geval toen ik tiener was regelmatig gehoord. En ik kan me niet bij alle ins en outs van die momenten herinneren, maar de kans is erg groot dat ik me op dat moment niet heb gedragen zoals het hoort. Maar wat betekent deze tekst nou voor jou als tiener? En even één ding tussendoor voor alle ouders. Hè? Ouders, als jullie kijken, let op. Als je deze video probeert te gebruiken om je tiener uit te leggen hoe het moet, heel fout. Niet doen. Videootje nu stopzetten. Hè? Als je nu met je ouders zit te kijken, zeg stop, mama, papa, dit kan echt niet. Ja? Dus, dat kan niet. Gezegd. Nu terug naar jou als tiener. De basisbijbelvertaling gebruikt niet het woord eer, maar het woord respect. En dat is nou precies waar het om gaat. Eren betekent dat je iemand behandelt met het respect wat past bij wie die persoon is of bij welke functie diegene heeft. Het betekent dat jij als tiener je ouders respecteert voor het feit dat ze verantwoordelijk zijn voor jouw opvoeding. Dat je, zolang als deze regels niet ingaan tegen de geboden uit de Bijbel, je houdt aan de regels die zij stellen. Respect hebben voor je ouders betekent dat je op een goede manier tegen ze spreekt en ze bijvoorbeeld niet slaat. Het gebod dat je je ouders moet eren houdt Paulus aan in Efeze 6 vers 1 tot en met 3. En daar schrijft hij het volgende. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En dit betekent niet dat jij door dit te doen jouw redding kan verdienen. Maar het betekent dat het respecteren, het gehoorzamen van jouw ouders een logisch gevolg is van jouw christen zijn. En dat is soms misschien wel makkelijker gezegd dan gedaan. Want je hebt natuurlijk ook nog je eigen wil en je eigen mening. Dan bedenk je goed, jij kind bent, je ouders, je ouders. Later als jij kinderen hebt, mag je het doen op jouw manier. Heb jij naar aanleiding van deze video nog vragen of wil je heel graag ergens met ons over doorpraten? Ga dan nu naar stonglife.nl/contact. Want daar lees jij precies hoe je met ons in contact kan komen. Dit kan bijvoorbeeld via WhatsApp, e-mail of live chat. Vond je deze video leuk? Like hem dan. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal en volg ons op Facebook en Instagram. Dan weet je zeker dat je ook de volgende video's ziet.